Maar uiteindelijk is Obama gisteren, na de persconferentie, slotpersconferentie, is hij naar de Victory Boogie gaan kijken. En heeft de directeur van het gemeentemuseum ook zijn moment gehad. Oh, ja. Maar wat veel aardiger is, en dat wilde ik nog zeggen, waarom ik het heel aardig vond om daar rond te lopen. De journalisten mochten met hun pasje zomaar het gemeentemuseum in. Dat was gesloten. Ja. Maar er waren voor de journalisten waren er een paar gidsen van het gemeentemuseum. Die waren beschikbaar om je rond te leiden. Nou, die journalisten die waren allemaal bezig met hun laptopjes enzovoort enzovoort. En ik liep het gemeentemuseum in. En ik heb van een van die gidsen een privé rondleiding door het gemeentemuseum gehad. Dat is leuk, want normaal gesproken hebben die gidsen in het gemeentemuseum, die hebben een soort van roterende pool. Ze staan een half uurtje in de ene zaal, een half uurtje in de andere zaal. En zijn alleen maar aan het bewaken. Ja. Eigenlijk hebben ze nauwelijks eer van hun werk. Dus ze hebben voor hen ik had een hele leuke dame en die was helemaal into Mondriaan. En die heeft mij dingen uitgelegd van Mondriaan die ik ook niet wist. Want er loopt op dit moment een tentoonstelling waarbij teruggegrepen wordt op zijn Parijse periode. Hij heeft in 1914 is hij 2 jaar in Parijs geweest. En eigenlijk is in Parijs ontstaan, en dat laten ze zien aan de hand van 4 zalen die daar nu bij elkaar gebracht zijn, het werk van over de hele wereld. Frans schilderwerk, wat in Parijs hing toen Mondriaan naar Parijs toe ging. Nederlands schilderwerk uit die tijd, wat onder andere Jan Toorop, wat toen gemaakt werd. En dan zie je dat hij aan de hand van een combinatie van dat geheel, dat hij daar het non-figuratieve in gaat. Ja. Aan de hand van schetsen van geveltjes in Parijs, die steeds verder geabstraheerd zijn, is die in zijn non-figuratieve en zijn vlakverdelingjes en zijn kleurtjes terecht te komen.